Goedemorgen allemaal. Ik ben alweer een uurtje wakker of zoiets en het is bijna 12 uur, dus ik heb wel lekker uitgeslapen. Het was natuurlijk gisteravond best wel laat geworden. En wat ik vandaag ga doen is studeren. En verder, oh ja, ik heb om 4 uur ook een afspraak met mijn groepje om te werken en voor het vak World of Business. En vanavond heb ik een gastcollege. En ik wil verder gewoon vandaag een beetje rustig aandoen. Misschien eten met wat vriendinnen. Maar dat zie ik allemaal wel. Ja, ik vond het wel heel leuk gisteren. En ik heb wel weer zin om in Hongkong ook weer wat meer met de mensen te doen hier. En iedereen is ook wel een beetje van, oh, het is bijna voorbij. Maar daar moeten we niet te lang bij stilstaan. Want we hebben nog steeds 1,5 maand. Dus dat is best wel lang. Dus we moeten er echt goed van gaan genieten. Ik ben dit weekend ook alleen, want Lau is nu vanochtend naar Beijing vertrokken. Dus ik hoop dat het heel erg leuk heeft. Maar op zich ook wel lekker, want ik kan nu gewoon filmpjes kijken en zo met geluid aan. Lekker Skype in mijn kamer, dus dat is ook wel weer een voordeel. Maar ik mis er wel. Maar ja, ik ga nu even beginnen met studeren. Ik ben wel een beetje moe, Maar verder voel ik me prima, dus dat is chill. Helemaal, ik heb net eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik heb gewoon in mijn kamer geprobeerd te studeren, om me niet heel goed te concentreren. Maar ik heb wel een foto op Instagram geplaatst over mijn progress, wat ik natuurlijk heb bereikt in Hongkong qua sport. Ik zal even laten zien. Het is deze foto. Deze. Ik ben heel blij. Oh, de lift is aan. Oh, nee, de lift ging erboven. Maar in ieder geval, ik heb deze foto geplaatst. Ja, ik weet niet, het motiveert me wel om dan inderdaad het verschil te zien. En ook dat mensen dan reageren, dat is echt heel nice. Maar ik ga nu onderweg naar een bespreking. Hey, ik heb net een meeting gehad en ik dacht ik loop even, het was lekker weer buiten, dus ik loop even richting Lok Fu. Dat is waar ik altijd boodschappen doe. En dan kan ik misschien nog even gedroogde abrikozen halen, want die waren op en die vond ik wel heel lekker. Maar natuurlijk ben ik weer in een leuke winkel beland, een kledingwinkel, en kijk wat ik aan heb. Dat is echt best wel leuk. Dus dit hoekje en dan het shirtje erboven. Maar ik zou denk ik nooit echt zo'n rokje kopen, want ik vind het wel erg kort hoor. Gewoon je bukt en je ziet alles zitten. Maar ik vind het in ieder geval echt wel leuk. Ik kan het misschien wel beter laten zien. Echt leuk. Oh ja, ik heb hier ook eventjes wat BH'tjes. Ze zijn allemaal in de aanbieding. Ze zijn echt allemaal iets van 3-4 euro. Dus ik ga het ook even passen. Want de BH's die ik heb, die zijn echt alweer 5 jaar oud of zo. Vind ik ook wel even iets nieuwe BH'tjes kan aanschaffen. Kijk, ik was dus net in deze winkel en het is echt zo leuk. En ik heb wat gekocht. Ik heb twee BH'tjes gekocht. Ik heb het niet laten zien hoe die zaten, maar ze zaten echt super leuk. En ik heb, en het is wel grappig omdat ik zo ben afgevallen. Ja, ik ben ook wel echt een aantal cupmaten afgevallen. Maar eigenlijk, ik vind dat echt totaal niet erg. Want die BH'tjes zitten echt super mooi. Omdat, ja, het is niet. Ja, zomaar toen ik nog wat dikker was. Toen was het. Oké, dit is niet veel cupmaten. Maar dan heb je gewoon meer vet. En dan zit dat BH'tje gewoon minder mooi. En nu zie je echt dat het. Ja, dat moet. Borst er goed in past ofzo. Snap je? Oké, dit is niet veel informatie, maar dat maakt niet uit. Ik ben in ieder geval nu in de groentemarkt. En ik ga eventjes wat kopen. Ik moet eventjes kijken wat ik nodig heb. Ik wil eigenlijk op zoek naar dadels. En ik ga zo eten met Marijke en ze wil even sla nodig. Dus ik ook maar voor haar kopen. Ook wat boodschappen gedaan. Chill. De reden waarom ik hier was, was om dadels te kopen. Maar die hebben ze hier niet, helaas. Dus ik ga nog even naar de supermarkt en dan ga ik snel naar huis, want ik heb afgesproken om te eten zo met Marijke. Ik ben weer thuis en ik heb net eten van gisteren opgewarmd. Ja, ik kan het niet goed zien. Ik zal het even laten zien. Het zijn weer noedels met groentes en tonijn en ei mais. Maar wat ik net heb gedaan, ik warmde het gewoon op in de pan. En toen zag ik dat er een potje currypoeder stond. En ik heb er een heel klein beetje in gedaan. En het is daarom helemaal geel. Want het was eigenlijk gewoon basic noedels. En het smaakt best wel lekker. Het is wel een beetje pittig. Maar echt, ik ga dit vaker doen. Gewoon een theelepeltje currypoeder.
En ik ga het zoeken in de winkel. Misschien kan ik het wel meenemen naar Nederland. Ik heb het eigenlijk nog nooit in Nederland gezien, currypoeder. Lekkere kruiden. Dus chill, ik ga even eten. Zo, deze BH'tjes heb ik gekocht. Ze zijn echt super leuk. Ik vind het ook in dat velvet, dat vind ik wel echt heel nice. En de kleur vind ik ook mooi. En ook zo'n witte met zo'n fluff dingetje eronder. Dus dat is wel leuk voor festivals ook. Alleen het strikje vind ik wel een beetje pittig, maar nee, het is niet too much. En ik ga nu even studeren. Naar de sportschool. Hey allemaal, ik ben net thuis van sporten. En het was echt gezellig met Marijke. We zouden al de hele dag een beetje half afspreken, maar we waren allebei gewoon best wel moe. En ik was ook echt super langzaam. En ik ging natuurlijk na de meeting ging ik nog winkelen voor die BH'tjes en zo. En fruit. En toen was ik ook weer laat thuis en moest nog eten maken. Het ging allemaal best wel langzaam vandaag. Dus we hadden elkaar uiteindelijk pas om 9 uur gezien bij de gym. Ik ben best wel weer tevreden. Wat ik altijd doe bij de gym, ik weet niet of het goed is. Ik begin dan met rennen en ik zet hem dan best wel de incline best wel hoog. En dan heb ik het gevoel dat ik al best wel veel benen train eigenlijk als ik dan 10 minuten aan het lopen ben. En daarna doe ik eigenlijk vooral nog armen, zeg maar bovenlichaam doe ik heel veel dan nog. Gewoon armen, borst, rug. En dan nog, ik eindig altijd met buik. En dan heb ik het gevoel dat ik gewoon alles een beetje heb getraind. Maar ik weet natuurlijk niet of dat heel goed is. Sommige mensen doen dan alleen benen op een dag, alleen armen. Maar ik heb het gevoel dat ik nu best wel, ja, dat het best wel werkt wat ik doe. Ik ben best wel blij met het resultaat. En ik ga gewoon niet elke dag precies hetzelfde doen hoor. Want ik zwem dan ook een keer in de week. En loop hard, dus dan doe ik niet bovenlichaam. Dus de keer dat ik dan naar de gym ga, dan wil ik wel even mijn armen en zo trainen. Want train je niet echt met hardlopen of zo. Dus ja, dus dat heb ik gedaan. Het is nu donderdagavond. Ik heb wel morgen nog heel veel op de planning staan qua studeren. En ik wil nu ook nog even wat doen voor studeren. Het is al best wel laat trouwens. Het is bijna 11 uur denk ik. Ja. Maar ik wil nog wel eventjes wat doen. Even nuttig. En het sporten, dat maakt je ook wel weer wat. Geeft je ook wel wat energie. En ik had fruit gekocht bij de markt. Het is een pruim. Oh, oeps. Veel. Oh, bah. Ja, dat is wat ik bedoel. Dit was een soort goedkoop. Je hebt dan bij de. Je hebt dan bij de markt. Ook mensen die dan een. Als fruit bij elkaar zetten en dat voor goedkoper verkopen. En die snap ik ook waarom. Er zit een hele beursplek in. Maar ik was echt heel weinig kwijt voor. Ik was 50 cent kwijt. En dan had ik een heel mandje vol met pruimen. En gewoon verschillende fruitjes. Dus ik snij gewoon dat beursje eraf. Dat komt wel goed. En verder, wat ook rot is. Mijn deurslot is kapot. Ik kom niet mijn deur in met mijn kaart. En morgen is een feestdag en het is daar een weekend en ze kunnen het dus pas op maandag maken. Dus en ik ben ook als enige hier thuis. Dus mijn andere huisgenootjes kunnen ook de deur niet open doen als ik even weg wil. Dus ik moet constant straks naar de bewaking omdat ze met me meelopen om mijn deur open te doen. Dus dat gaat ook weer extra tijd kosten. Maar ja, niks aan te doen moet even gebeuren. Dus dat is wel jammer. Maar ja. Kom maar goed. Oké, ik ga even studeren. Helemaal. Het is inmiddels echt best wel laat al. 1:30 geweest. Dus ik ga even snel naar bed. Morgen, ik had even heel veel gedoe met wat nou mijn plan is voor dit weekend. Want ik wil heel graag kamperen hier in Hongkong op een eiland. Maar dat zou betekenen dat ik wat andere plannen moest laten liggen. Dus ik heb besloten om morgen niet te gaan kamperen. Ik ga morgen cliffdive of zo. Nou ja, ik ga gewoon mee met een groepje. Het wordt heel mooi weer en dan gaan we gewoon chillen bij een mooie plek. Ik hou zelf niet zo van heel hoog springen, maar ik vind het wel leuk om daar gewoon mee naartoe te gaan. Misschien een beetje zwemmen in de zee. Lijkt me helemaal top. En dan ga ik zaterdag weer verder naar school. Ik heb nu 5 colleges samengevat van de 9. Dus dan zaterdag wil ik de andere 4 doen. En dan nog aan andere dingen werken voor school. Het is best wel druk met projecten nu. Dus ik moet zaterdag wel even wat doen. En dan zaterdagavond ga ik eten met een groepje. Korean food gaan we eten. Met wat Koreaanse meiden. Dus het is ook gezellig. Die ik gisteren heb leren kennen. En dan zondag ga ik hiken met Mia. En Mia is een meisje uit Taiwan. En daar gaan we. Ze heeft een mooie plek om te hiken. Dus dat gaan we zondag doen. En dan zondagmiddag weer een beetje chillen. En dan
maandag weer voor les. Dus wel vol weekend voor de boeg. Maar hartstikke gezellig. Ik heb er heel veel zin in. Ik moet wel even goed gaan studeren. Dus dat moet, daar moet ik wel even rekening mee houden. Maar het komt goed. Oké, slaap lekker. Bedankt voor het kijken. Tot morgen weer. Doei.